groepen erg verschillende achtergronden hebben en hadden, en de enige bindingsfactor de term allochtoon was, zijn ze wel als één groep bestempeld. Het vertrouwen van de overheid in de eigen organisaties van de nieuwe Hollanders daalde in deze atmosfeer. En de geldkranen gingen dicht. Dat hebben we alle ervaren. Vele eigen organisaties hebben hierdoor het onderspit moeten delven. De mentaliteit veranderde van samenwerken tot het oplossen van problemen, naar of jullie doen het op onze manier of de geldstroom gaat dicht. Om terug te komen op de wederzijdse beeldvorming, de ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben hier natuurlijk geen positieve effect op gehad. We merken dat alle om ons heen dat vooroordelen ten opzichte van elkaar zijn toegenomen. Dat zie je tussen verschillende allochtone groeperingen als tussen allochtone en autochtone groeperingen. Dit zorgt voor uitsluiting, onbegrip en verdeeldheid. Ik heb vorig jaar als voorbeeld een interview gezien, dat is op de televisie, waarbij Turkse studenten die waren afgestudeerd, die hier geboren waren in Nederland, zagen meer heil in hun carrière in Turkije dan hier, in het land waar ze waren opgegroeid en een studie hadden genoten. Dat is natuurlijk een slechte ontwikkeling. Waarschijnlijk doen we het ergens fout. We denken echt dat we hier de afgelopen jaren een stap terug hebben gedaan. Hoewel mijn verhaal tot dusver neigt tot wat pessimisme, confrontatie en misschien ook wat kritiek, maar eigenlijk past het wel in de huidige tijdsgeest. Echt, het doel en intentie van mijn verhaal is het tegendeel. We zijn optimistisch over de toekomst en denken dat het volgens het dialectisch proces van de bekende filosoof Hegel uit de 19e eeuw, Duitser was dat, naar these en antithese vaak een synthese komt. Dat we zeggen dat het tegenstellingen tegenover elkaar vaak weer tot een nieuwe mogelijkheden bieden. Echter, dat vergt wel dat alle deelnemers aan het integratieproces een actieve bijdrage geven. Wij als SIDA denken dat een aantal aspecten belangrijk zijn in het integratie- en het beeldvormingsproces. Deze zal ik kort aanhalen en daarna rond ik af. Ten eerste, het multiculturalisme is een realiteit in onze samenleving die wij denken nog meer verdwijnt. Met de huidige globalisering zal de natiestaat veranderen in multinational state. Dat is een lange discussie, dat is een politieke discussie die ik eigenlijk hier wil laten rusten. Het komt erop neer dat we het multiculturalisme als uitgangspunt zouden moeten nemen en van daaruit het optimale effect proberen te bewerkstelligen. Ten tweede, fatsoenlijk taalgebruik in politiek en media is van essentieel belang. We zijn voor discussie en openheid. Echte belediging zorgt voor vervreemding en polarisatie. Dat zien we ook de afgelopen jaren. Ten derde, de verhouding van overheid en eigen organisaties van nieuwe Hollanders moet weer verandering tot een die van samenwerking, waarbij gebruik moet worden gemaakt van de know-how van deze eigen organisaties. Dan komt er namelijk een gevarieerd beleid voor ieder minderheid gericht op haar eigenheid. Een beleid toegepast op alle nieuwe Hollanders werkt niet. Daarvoor is de groep en zijn problemen te gevarieerd. En als laatste, en niet de onbelangrijkste, de financiële ondersteuning van eigen organisaties door de overheid. Dit is een noodzaak. Er zijn vrijwilligersorganisaties waarbij het voortbestaan bijna onmogelijk is zonder ondersteuning van de overheid. En dat zien we ook de afgelopen jaren. Vele autoorganisaties non-actief of hebben zelfs zijn er opgehouden. Goed, er zijn nog meer voorstellen, maar ik wil het vandaag hierbij laten. We hopen dat het gebouw onze basis biedt voor verdere uitbreiding van onze activiteiten en een plek wordt waar jongeren zich zullen treffen. Daarbij hopen we op jullie ondersteuning en betrokkenheid. Dank u.